De NOS doet een samenvatting van de peilingen van verschillende pijlers mm -hmm. En euh, ja, ze steeg bij ons uh, naar 15 zetels. Hè? Dus ze was al naar 12 vorige maand en nu door naar 15. Maar ook bij INO Research zie je er stijgen. Maurice de Hond zie je er stijgen. Eh, Kantar stijgt. Dus je, ja, je ziet, je ziet dat het bij alle pijlers een hele duidelijke trend opwaarts is. Eigenlijk richting de top, top drie van de politieke partijen op dit moment. Ja, want als je het vergelijkt met andere partijen, hoe staat ze er dan voor? Ja, nou... <s> Uh, zij staat nu bij ons net achter de PVV. Nou, oh, hier ja. zie je het. Kijk, uh, de PVV staat op 18 zetels, de VVD op 29. Mm -hmm. En dan helemaal rechts zie je die enorme grote groene balk. Het staat de volgorde van Tweede Kamer. Ja. Dus je ziet dat het een ja. enorm verschil is. Ze heeft natuurlijk nu maar één zetel. Mm -hmm. ja, um, je mag niet zeggen wie de tweede of derde partij is, want er zitten maar een paar verschil tussen. Maar je ziet D66, PVV en BBB, ja. die zijn nu sa samen de Tweede Partij van Nederland. En waarom geven mensen steun aan BBB? Wat zeggen ze? Hebben ze echt letterlijk gevraagd. Want dat, dat is natuurlijk heel interessant. Welke groepen zijn ja. dat? En waarom stemmen ze uh, nu op die partij? En dan zie je dat. Um, als je het ze letterlijk vraagt, dan noemen mensen allereerst. ja, het is een dooddoener, maar het wordt heel veel genoemd. Caroline van der Plas zelf en haar taalgebruik. Ja, ja, wat, ja wat zij doet, is zij distantieert zich van het gedoe in Den Haag. En ze praat een hele gewone taal. Een beetje, waarbij ze zich altijd. In welk debat dan ook, hardop afvraagt waar die mensen en die partijen allemaal mee bezig zijn. Dat toont je en dat spreekt heel veel mensen aan. Want er, er gaat natuurlijk ook nogal wat fouten afgelopen jaar. Nou, dat is één. En natuurlijk, ja, het is eigenlijk bijna een one-issue-partij voorlopig. We hebben vast een breder programma, maar deze partij gaat over boeren en stikstof. Dat is de afgelopen twee maanden natuurlijk het onderwerp van de dag. Ja. En de vraag is natuurlijk, want dat is de kleine kanttekening die ik onmiddellijk bij dit soort peilingen zetelpeilingen plaats. Dit zegt iets over het nu. Nee. Nu is stikstof het hoofdonderwerp. Als je bijvoorbeeld ziet dat over een half jaar wonen weer heel belangrijk wordt of immigratie weer heel belangrijk wordt, ja. dan moet je kijken wat er met die zetels gebeurt. Dan kun je afvragen.